China is een staatsgeleide economie. Dat leidt ertoe dat zij andere lokale spelers kennen dan wij hier in Europa of in de Verenigde Staten. Zo zien we enkele enorme technologiespelers, zoals Baidu, dat is eigenlijk de Chinese Google. Je ziet Alibaba, dat is de Chinese Amazon van bij ons. Of we zien bijvoorbeeld Tencent, die de Chinese WhatsApp-diensten aanbiedt. Nu, elk een van die drie spelers, die hebben meer dan 800 miljoen cliënten. Dat is meer dan de hele EU27 interne markt verzameld. Een enorme schaal dus. En die drie spelers die bieden een volledig panoplie aan van diensten aan de Chinese consument. Dat gaat van internetboekingen tot en met het aankopen van waterflessen online, tot en met het boeken van een hotel. Nu, we zien ook dat de Chinese consument daar open voor staat. Waarom? Zij hebben de fase van de desktop thuis of de laptop overgeslagen. De Chinese cliënt zit direct op zijn mobiel toestel, op zijn smartphone, en gaat daar eigenlijk rechtstreeks binnen die platformen al zijn dagdagelijkse diensten afnemen. Dat is een heel andere realiteit dan bij ons. En dat is ook een gevolg van dat men in China in principe nooit fysieke distributiekanalen heeft gezien voor bijvoorbeeld reisagentschappen zoals dat bij ons in principe kennen. Nu, dat leidt ertoe dat de Chinese interne markt zeer gepenetreerd wordt door digitale technologie. Zo zien we dat China ongetwijfeld een enorme voorsprong zal nemen op de rest van de wereld op alles dat te maken heeft met artificiële intelligentie, big data technologie of blockchain technologie in principe. Dus het lijkt erop dat die grote marktspelers die we daar zien, dat die stilletjes aan hun ingang zullen gaan vinden in het Europese vasteland en zullen proberen hier ook hun technologie aan te bieden en daarmee gebruik kunnen maken van hun enorme schaal, enorme middelen en winsten en daarbij ook by design bepaalde technologie performanter gaan kunnen aanbieden. De enige vraag die we ons moeten stellen is of de Europese overheid in principe ook tegenmaatregelen zal nemen om zijn markt af te sluiten voor zulke spelers, gezien China zijn strategische sectoren tot op heden in principe nog altijd afsluit voor het Westen. De tijd zal het uitwijzen.